NPO Radio 1. Met alle zoekgegevens van Funda een huis ontwerpen of met een speciale app stemmen over hoe je stad eruit zou moeten zien. Technologie stelt ons vandaag de dag natuurlijk in staat om bijna alles te weten over hoe we willen wonen en in wat voor stad we willen leven. Maar als je het dan weet, wat kun je er dan mee? Nou, over die vraag gaan we het hebben met Tracy Metz, wekelijks hier te gasten om te praten over ons en onze omgeving. Als journalist, auteur en de host van de talkshow Stadsleven. Tracy, welkom weer. Goedemorgen. Om te beginnen even in het verre buitenland, in Californië. Daar kunnen inwoners van Santa Monica via een app stemmen over de ontwikkeling van hun stad. Ja. Hoe werkt dat? Het werkt zoals Tinder. Oh, en dat vond ik wel een geestig voorbeeld. Een soort city dating, zou je kunnen zeggen. Het heeft hetzelfde interface als Tinder. Je swipe naar links als je het niks vindt. Je swipe naar rechts als je het wel wat vindt. Maar wat voor dingen worden er dan voorgelegd? Je moet eerst in de stad, neem ik aan. Nou, kan misschien nog komen. Urban platform. Je meldt je aan alleen met je postcode. En dan krijg je allemaal vragen voorgelegd. Hoe je door de stad beweegt. Ga je met de bus? Ga je met de auto? Ga je met bijvoorbeeld de fiets? En dan komen een aantal keuzes. Wat vind je mooi? Wat vind je passen? En dan krijg je allemaal keuzes als vind je dit hoge gebouw in onze stad passen of beter dit lage gebouw? Zijn de fietspaden goed bruikbaar? Heb je liever terrasjes, zeg maar horeca, of liever een park met bankjes? Ja. Dus tot aan de keuze allemaal van de lantaarnpaal aan toe, bij wijze van spreken? Ja, straatmeubilair zit er ook in. En ook vervoer en ook architectuur en ook gebruik van de stad. Bijvoorbeeld groen of horeca. Je krijgt allemaal keuzes. Dan kun je ja of nee of dit of dat zeggen. Je kan dus ook alleen maar een ja of nee of dit of dat antwoord geven. Okay. Dus het is allemaal heel echt basale keuzes. Het is niet dat je aangeeft. Het zijn basale keuzes en het lijkt of je dan je mening kenbaar kunt maken, maar je kan alleen reageren op de vragen die worden voorgelegd. Ja. Je kan wel commentaar toevoegen. Oh, toch wel. Er is een chat button, dus je kan iets meer zeggen dan alleen maar ja of nee. Maar het is enerzijds heel aantrekkelijk, laagdrempelig. Mensen kunnen makkelijk een smartphone pakken en even meedoen. Maar tegelijkertijd is het ook behoorlijk simplistisch. Laten we eerlijk zijn. Ja, de vraag is natuurlijk, wat gebeurt ermee? Dat zal natuurlijk want aan de stad liggen. Data worden verzameld dan. Ja, die vindt dit, die vindt dat. Maar alle steden, alle stadsbesturen, eigenlijk alle overheden hebben in de gaten dat het steeds belangrijker wordt om te weten wat de burgerij vindt. En als je de technologie kunt inzetten om een tool te maken die makkelijk en toegankelijk is en dus ook veel gebruikt zal worden, dan geef je mensen wel een stem in dat hele proces. Het is best wel een complex en een ondoorzichtig proces van besluitvorming rond steden. Ja. Wat er dan met die informatie gebeurt, dat zal aan het stadsbestuur zijn. Maar die zijn zich er natuurlijk ook zeer van bewust dat als het alleen een leuke wassen neus is, dat het alleen maar wrevel zal opwekken. Nou ja, precies. Als je het aanbiedt en vervolgens luister je er niet naar en doe je er niks mee. Doet. Ja, ja. Dan keert het maar zich tegen. Maar wat vind je als x-percentage een hoog gebouw wil en y-percentage een laag gebouw? Ja, dan is lastig, het toch, hè? Uiteindelijk heb je een bestuur nodig en een dienst stadsontwikkeling die de grotere lijnen uitzet en de beslissingen gaat nemen. Op kleinere schaal speelt het natuurlijk hier met Funda. Vorige week kwamen ze dus met een ontwerp voor een huis op basis van de woonwensen van de bezoekers van de website. En het wordt heel goed dat bezocht. Dat zijn er heel Funda. Veel. Ja, 4 miljoen per maand, heb ik me laten vertellen. Ik heb niet gekeken. Hoe ziet dat eruit? Ja, Funda heeft een wedstrijd uitgeschreven. Wat voor huis kunnen we maken als we al deze wensen, dus de big data van al die bezoekers van de website, als we al die wensen bij elkaar gooien en blijkt dat mensen heel vaak beginnen met te zoeken naar een kasteel en ze eindigen bij een rijtjeshuis. Want toch wel, heel gek. Ja, toch wel, heel gek. Want van de 7,5 miljoen huizen in Nederland is toch ruim 3 miljoen een rijtjeshuis. Ja. Dat is wat kennelijk de mensen kennen en willen en ook kunnen betalen. Maar Funda heeft gezegd, wat kun je met al deze wensen? En de bureaus Heren 5 samen met Dingeman Dijs hebben een rijtjeskasteel ontworpen. En ik vond het een ontzettend leuk experiment, omdat je, weet je, al die huizen in Nederland lijken ook zo verschrikkelijk op elkaar. Ja, zeker bepaalde de Vinex-wijken of oude jaren 80-wijken. Die vooral, hè? Veel eerder, maar ook de Pijp in Amsterdam. Dat is allemaal een bepaald soort 19e-eeuwse arbeiderswoningen. Er is een enorme eenvormigheid. En ik vind het een geweldig idee dat je kijkt, dit zijn de wensen. Hoe kunnen we dat hele vastgeroeste
plattegrond, een vormgeving van de Nederlandse woningbouw opschudden en iets maken wat mensen willen. Ja, maar is dan zo'n kasteeltjes, een kasteel, rijtjeshuis, moet ik zeggen, is het gewoon wel een lang aaneengesloten gebouw wat lijkt op kasteel en waar dan eigenlijk wat een hele straat vormt? Ja, het ontwerp dat Heren Vijf en Dingeman Dijs samen hebben gemaakt is inderdaad in een rijtje, maar met een besloten bakstenen gevel, een schuin dak. Dat vinden we allemaal kennelijk heel belangrijk. Dat is zo onhandig. En het is, ja. Hoe moet je met die schuine wanden? Ja. Maar wel gezellig. Ja, dat is waar. Je kunt ook nog trouwens met al die big data waar we het nu over hebben, dat wordt ook steeds meer gedaan. En dat braakliggende terreinen worden aangegeven, zodat mensen zelf kunnen zien van, hey, ja, daar wil ik mijn huis laten bouwen. Daar is een mogelijkheid. Ja, de stad Manchester in Londen heeft een grote infrastructuur en bouwterreinenkaart gemaakt, waar je en de waterlopen en de wegen en de bouwprocessen en de energienetwerk kun je een heel goed overzicht krijgen van alles wat er gaande is in de stad. En dan zie je met name oude industriegebieden in Manchester natuurlijk, waar nog iets mogelijk is. Ja. En dan kunnen burgers ook daar ideeën voor inleveren. En Amsterdam heeft ook zoiets gemaakt een paar jaar geleden in de crisis. Allerlei bouwplannen gingen niet door. En toen hebben ze een kaart gemaakt, dat heette Wastelands. Een digitale kaart waar iedereen, dus ook burgers, konden zien, nou, hier is nog iets mogelijk. En er zijn allemaal plannen uitgekomen voor speelterreinen en stadslandbouw. En eindelijk door het ontsluiten van die kennis door digitale technologie konden mensen hun initiatief vormgeven. Houdt het wel zo open. Privacy, is dat nog een dingetje met big data? Privacy en big data is een enorm ding. Dus dat is wel iets waar de stadsbestuur zich goed bewust van moet zijn. Stadsbesturen moeten zich niet uitleveren aan de grote bedrijven die voor ons de technologie willen regelen in ruil voor onze data. Goed. Dank voor jouw komst weer en de leuke verhalen. Tracy Metz. Met plezier. Zometeen. Een nieuw nationaal radiomoment. Malmköping, Zweden, 2005. Iedere werkdag om 10 voor 1. Even het raam dicht hoor, straks valt u nog kou, krijgen we dat weer. De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Zeg, wat doet u daar in het bloemenperk? Lekker.